This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 29 december 2020. Dit is de bulletin van dinsdag. Daily Minutes, 29 december 2020. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag begin ik met een aantal delen, ik weet nog niet hoeveel, uit de serie over de historie van onze hobby. We zijn volgens mij gebleven bij deel 46. Als ik me niet vergis zijn er 70 of 80 totaal aan afleveringen, waarvan sommige best lang zijn. Dus ik weet niet hoeveel ik het doe, dat hangt ook een beetje vanaf hoe ver ik kom, hoeveel tijd. Ik heb ook een aantal nieuwsberichten weer ingesproken, best wel veel. En vandaag ging dat volkomen waardeloos. Dus het zijn nieuwsberichten met commentaar van wat er misging en uitleg en een hoop meer geleuter. Nou ja, wie weet is het amusant, misschien is het ook niks. Het staat na de serie over de historie van onze hobby. Dit is deel 47 van de historie van onze hobby. Het gaat over de uitvinding van de Morsecode. Gisteren zagen we dat een drietal mensen in de VS, de kunstenaar Samuel Morse, de natuurkundige Joseph Henry en de machinebankwerker en uitvinder Alfred Vail een apparaat voor telegrafie maakten en dat Samuel Morse het op zich nam om hier een alfabet voor te bedenken. Gisteren meldde ik overigens dat in 1837 twee Engelsen, Cook en Wheatstone, een soort van vroege telex bedachten. Bij het onderwerp daarvoor, namelijk de uitvinding van de Morse-telegrafie, door Morse, Henry en Vail, is door een montagefoutje het jaartal weggevallen. De uitvinding van Morse en de twee anderen, die was een jaar eerder dan Cook en Wheatstone in 1836 namelijk. Er staat 19, maar het is echt 1836 en dat is dus het jaar dat de elektrische telegrafie werd uitgevonden. Nog steeds onvoorstelbaar vind ik de uitvinding van de eerste kabel die onder de Atlantische Oceaan doorging en vooral het jaartal. De eerste verbinding via zo'n transatlantische kabel die vond plaats op 16 augustus 1858. Dat is dus bijna 40 jaar voordat die afstand via de ether werd afgelegd en slechts 22 jaar nadat de Morse-telegrafie was uitgevonden. Het systeem van de twee Engelsen werkte met een blad op papier waar letters van het alfabet op werden aangeduid. Het systeem van Morse en Henry en Vail, dat was oorspronkelijk ook niet bedoeld om op het gehoor op te nemen, zoals we dat nu noemen. Het systeem van Morse was gemaakt om de punten en strepen op papier weer te geven door op de plek waar de sleutel neer was een deuk in het papier te maken, vergelijkbaar met hoe dat met het brailleschrift gaat. Het systeem van de drie Amerikanen werd eerder uitgevonden dan dat van de Engelsen. Net als bij het Engelse systeem was de markt er nog niet klaar voor. Het Amerikaanse systeem werd pas in 1844 gebruikt, dus dat was 8 jaar na de uitvinding. De oorspronkelijke ontvanger van Morse bestond uit een apparaat dat een soort opdraaibaar uurwerk gebruikte om het papier voor te bewegen. Als de sleutel naar beneden was, dan drukte een elektromagneet een verdieping in het papier en met de sleutel omhoog was de elektromagneet niet bekrachtigd en gebeurde er niets met het papier. Morsecode was bedacht om de gebruikers de uitsparingen zelf te laten vertalen naar tekstberichten. Oorspronkelijk was Morse's idee zelfs geweest om alleen cijfers te versturen en die aan de hand van een codeboek te laten omzetten naar letters. De code met alleen cijfers die Morse had bedacht werd echter al snel door Vail uitgebreid met letters en met speciale tekens, zodat het meer algemeen kon worden gebruikt. Het was Vail die vervolgens een schatting maakte van de frequentie dat de verschillende letters in de Engelse taal werden gebruikt door bij een lokale krant in Morristown te kijken naar hoeveel letters in de kasten met de lode letters zaten die bij een lokale krant in gebruik waren. De kortere tonen, de punten die werden dots genoemd, de langere, de strepen, dashes en de letters die het vaakst in Engelse teksten voorkwamen kregen de kortste Morse-tekens toegewezen. Die konden daardoor dus het snelst worden geseind. Het was vervolgens in de praktijk dat telegrafisten die de rollen met strepen en punten in relief moesten hanteren, dat ze als vanzelf leerden dat ze aan de tikken van de elektromagneet van het ontvangstapparaat ook op het gehoor de Morse-tekens konden herkennen en deze al dus direct met de hand konden opschrijven. Ze maakten daarmee het gebruik van de papieren rol onnodig. Pas toen Morse ook draadloos werd overgedragen en dus niet meer met een tik maar met een pieptoon werd overgebracht, werd duidelijk dat mensen meer bedreven raakten in het gehoor opnemen als het Morse op het gehoor ontvangen haast als een taal wordt aangeleerd, op dezelfde wijze zoals dat ook nu nog bij een Morsecursus gebeurt. De woorden in deze taal worden voorgesteld als een dit, in het Nederlands de of dut en een da, door dit in eerste instantie in gedachten als woorden voor de punten en strepen te leren.
Later worden die klanken dan weer losgelaten en worden de tekens begrepen, vergelijkbaar met hoe je een letter van papier leest. Mensen die zeer bedreven zijn in Morse, met name met nog hogere snelheden, die herkennen vaak de woorden in plaats van de afzonderlijke letters. Het lidwoord het, dut, da, verstaan ze dan op dezelfde manier als wanneer iemand het woord zou uitspreken. Dit is deel 48 van de serie over de historie van onze hobby en het gaat nog steeds over de uitvinding van de Morse, van het Morse-alfabet eigenlijk. Gisteren hadden we het over die uitvinding van Morse, Henry en Veel, waarbij Veel niet het genoegen nam met het Morse-alfabet dat alleen uit cijfers bestond, dat door Morse was ontwikkeld. En met een codeboek moest dat worden gedetecteerd. Het was Veel die ook letters aan het alfabet toevoegde en een aantal speciale tekens. Ook was het Veel die keek naar hoe vaak bepaalde letters in het Engels voorkwamen en hij koos voor de meest voorkomende letters, de Morse tekens, die het snelst konden worden geseind. In de jaren 90 van de 19e eeuw begon Morse voorzichtig gebruikt te worden bij de eerste draadloze communicatie. Pas jaren later was het ook mogelijk om spraak over te dragen. In de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e waren de meeste internationale verbindingen, of ze nu via kabels gingen of via de ether, in Morsecode. In de jaren 20 begon het gebruik van Morse via de ether serieuze vormen aan te nemen, hoewel in het begin de uitzendingen nogal ruw waren, breedbandig vanwege het gebruik van vonkzenders. Passagiersschepen die namen in de eerste jaren van de 20e eeuw wel apparatuur voor telegrafie mee, maar het was vooral om de rijkere klanten telegrammen te laten uitwisselen. Naar aanleiding van de ramp met de Titanic werd voor een aantal scheepscategorieën niet alleen verplicht om radioapparatuur mee te nemen, maar ook om op bepaalde uren de radiofrequenties af te luisteren voor eventuele noodoproepen. Al in 1910 experimenteerde de US Navy, ja de marine, want een luchtmacht die was het dus nog niet, met de eerste Morse-uitzendingen vanuit een vliegtuig. Ook in 1910 speelde de aan boord aanwezige zendontvanger een grote rol bij de redding van de bemanning van het luchtschip Amerika. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden aan de Duitse kant zeppelins gebruikt voor het uitvoeren van bombardementen en voor spionage. Ook deze zeppelins waren al uitgerust met zendontvangers voor Morse. Ze communiceerden met grondstations die over een richtingzoeker beschikten. Ook zeppelins aan de geallieerde kant en geallieerde militaire vliegtuigen maakten al gebruik van Morse-telegrafie. Zenden vanuit de lucht kwam echter niet veel voor, mogelijk vanwege het gewicht en stroomverbruik van de apparatuur. Na de Eerste Wereldoorlog werd er tot ver in de jaren 20 vrij algemeen gevlogen zonder radioapparatuur aan boord van vliegtuigen. Dat was zelfs het geval bij zulke belangrijke vluchten als die van Charles Lindbergh, die in 1927 ononderbroken van New York naar Parijs vloog. Op het moment dat Lindbergh opsteeg, was hij helemaal alleen en pas eenmaal in Parijs aangekomen kon hij weer van zich laten horen. Bij de vlucht van de Southern Cross daarentegen, die in 1930 van Californië naar Australië vloog, was wel een van de vier bemanningsleden een marconist die via Morse-telegrafie met de grond communiceerde. Ook bij de beroemde vlucht van de Nederlandse Uiver, die in 1934 tijdens een luchtrace van het Engelse Suffolk met een aantal tussenstops naar Melbourne in Australië vloog, daar was een telegrafist aan boord van de DC-2. Vanaf het begin van de jaren 30 was het echter al verplicht geworden dat zowel burger als militaire piloten in staat moesten zijn om in Morse verbindingen te maken. Dat was zowel voor het geval er communicatieapparatuur aan boord was, als voor het determineren van navigatiebakens die ook nu nog hun identificatie en langzame Morse uitzenden. De Morse-telegrafie was verder van vitaal belang tijdens de Tweede Wereldoorlog, met name bij berichten tussen oorlogsschepen en hun bases. Zoals bekend van bijvoorbeeld de Enigma werd er in de Tweede Wereldoorlog ook al encryptie van de berichten toegepast. Daardoor was het essentieel meestal dat de gecodeerde berichten foutloos werden opgenomen. Ja, zendamateurs die zijn zich maar al te bewust van hoe de geschiedenis van Morse in ons deel van de wereld professioneel stopte. Dat was rond 1990 en de periode daarna. Vanaf 2003 werd in veel landen voor zendamateurs ook de Morse-verplichting afgeschaft. Ook zonder Morse mag je daar nu op de korte golf werken. In veel landen zijn het nog vooral de zendamateurs die Morse gebruiken. Hoewel het bij de bakens in de luchtvaart dus ook nog steeds in gebruik is. Net zoals ik eerder al zei over het telegrafieverkeer met lichtsignalen tussen Nederlandse marineschepen. Overigens in een aantal landen is de Morse-verplichting voor zendamateurs nog niet afgeschaft. En zonder de aanduiding CW op je registratiebewijs mag je als amateur ook lang niet in alle landen op de korte golf werken. Dit was het laatste deel van de korte serie over het Morse-alfabet en de uitvinding daarvan. Maandag of dinsdag gaat de serie verder over de telegrafienetwerken met draden. Ik vind het zelf eigenlijk wel een hele boeiende periode, moet ik zeggen. Voordat ik voor het verhaal van Horace Martin zo precies alles bestudeerde als ik voor deze serie heb gedaan, had ik ook geen flauw benul ervan dat de ontwikkelingen zich in die tijd in zo'n rap tempo opvolgden. Ik dacht dat het vooral iets van onze tijd was, maar dat blijkt dus een vergissing. Ook de telegrafie ontwikkelde zich bij tijden dus redelijk turbulent. Vandaag deel 49 uit de serie over de historie.
Vorige week behandelden we de uitvinding door Morse, Henry en Veel van de Morse-telegrafie. Eigenlijk een uitvloeisel van de uitvinding van een telegraafapparaat waar nog geen code voor bestond en gevonden moest worden om hem te kunnen gebruiken. In de komende delen gaan we in op de historie van die telegrafie, omdat dat eigenlijk beschouwd kan worden als de voorloper van onze zendhobby. Al in de 18e eeuw waren er hobbyisten die vanwege persoonlijke ontwikkeling, studie, maar ook omdat het leuk was, telegraafnetten en netjes opzetten en daarover enige afstand in bijvoorbeeld Morse over communiceerden. De elektrische telegrafie is niet de eerste vorm van telegrafie. Het woord overigens komt uit het Grieks, waarbij tele staat voor ver en grafie voor schrijven, verschrijven dus. Tegelijk is het belangrijk om het verschil te maken tussen telegrafie en post. Post, dat is als er een postdienst is, maar ook als een koerier een brief brengt, dan is dat een vorm van post, net als een postduif. Bij telegrafie gaat het erom dat de boodschap met een voorwerp wordt weergegeven, waarna deze op afstand te decoderen of te lezen is. Een semafoor is dus eigenlijk ook een vorm van telegrafie. Semafoor is bijvoorbeeld als er met vlaggen wordt gecommuniceerd. Op zee gebeurt dat wel en ook bij het naar de juiste plek leiden van vliegtuigen, zij het dat dan nog niet met vlaggen is. Telegrafie vereist dat de methode die gebruikt wordt voor het coderen, die codering dus, aan beide kanten van de verbinding bekend is. Die beperking zit hem in het gebruik van het medium. Via glasvezel kun je sneller dingen versturen dan via een telefoon. Voordat de elektrische telegraaf er was, werden hiervoor dingen gebruikt als rooksignalen, bakens en gereflecteerd licht. Een optische telegraaf, eigenlijk ook een semafoor, bestaat bijvoorbeeld uit torens waar een soort ouderwetse seinpalen van de spoorwegen op staan opgesteld met van die armen eraan. De torens zijn gebouwd op zichtafstand en als alle torens bemand zijn, dan kan een bericht op die manier veel sneller worden verzonden dan door het bericht als brief aan iemand mee te geven. De elektrische telegrafie en later de draadloze telegrafie, die maakte dit soort systemen efficiënter. Er waren bijvoorbeeld minder mensen voor nodig en daarom zorgden ze voor een revolutie. De eerste ideeën om elektriciteit voor communicatie te gebruiken, die stammen overigens al uit de 18e eeuw. In het jaar 1753 stond er in de tijdschrift Scott's Magazine een concept om met elektriciteit berichten over te dragen. Het idee bestond eruit om voor iedere letter van het alfabet één draad te gebruiken. Aan de andere kant van de lijn zouden als indicatoren voor welke letters verstuurd werden balletjes gebruikt worden, gemaakt uit merg van planten waarvan bekend is dat het materiaal samentrok onder invloed van elektriciteit. Volgende keer verder over deze zeer vroege historie van de telegrafie. Deel 50 dus van de serie over de historie van onze zendhobby. Gisteren gingen we in op de telegrafie. Voordat er elektrische of draadloze telegrafie was. En ook was er in het jaar 1753 al een idee gepubliceerd om met elektriciteit via draden, veel draden, berichten over een lange afstand over te brengen. Deze in een tijdschriftartikel voorgestelde gebouwde telegraaf werkte met het elektrostatisch effect van bepaalde soorten merg in planten. Dat elektrostatisch effect is in die zeer vroege ideeën en experimenten die in Europa werden uitgevoerd vaker gebruikt. Ze waren in het gebruik nogal onpraktisch en uiteindelijk is er, hoewel het werkte, nooit een praktisch telegrafiesysteem meegemaakt. Een van de andere heel vroege experimenten met elektrische telegrafie maakte gebruik van elektrochemische effecten. Het staat hier verkeerd. Het experiment werd uitgevoerd door een Duitse natuurkundige anatomist en uitvinder, Samuel Thomas von Summering, in het jaar 1809. Om deze periode in de tijd een referentie te geven en in een perspectief te plaatsen. Dit was de eerste van een tweetal periodes waarin Napoleon Bonaparte als keizer over onder andere een groot deel van Europa, van het Europese vasteland, inclusief ons land dus, regeerde. Napoleon regeerde van 1804 tot 1814. Nadat hij troonsafstand deed, werd Napoleon verbannen naar Elba, een eiland voor de Toscaanse kust van Australië. Nou, ik ga het niet opnieuw opnemen. Een eiland voor de Toscaanse kust van Italië. Ik ben er notabene geweest. Napoleon ontsnapte na 10 maanden van Elba en was in 1815 opnieuw 3 maanden, 100 dagen lang, keizer. Napoleon werd door Britse, Nederlandse en Hannoverse troepen verslagen bij de slag van Waterloo, de slag bij Waterloo. Hij werd hierop opnieuw verbannen, maar dit keer naar het eiland Sint Helena, een eiland dat ook nu nog bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Op dit eiland, de dichtstbijzijnde kust, is die van Afrika op 2000 kilometer afstand, dat is de kust van Namibië en Angola. En op 4000 kilometer afstand ligt Rio de Janeiro, en dat is het dichtstbijzijnde vasteland, helemaal aan de andere kant van de oceaan. Het werd dus niet waarschijnlijk geacht dat Napoleon opnieuw zou kunnen ontsnappen, en dat klopte. Hij overleed er in 1821 op 51-jarige leeftijd.
Nog meer achtergrond. Ja, en hier zit vanwege een grote verspreking, moet ik bekennen, toch een klein knipje. Waterloo van de Slag, die het lot van Napoleon bezegelde, lag destijds in de zuidelijke Nederlanden. Een gebied dat nu ruwweg België en Luxemburg omvat, inclusief het huidige Nederlandse deel van de provincie Limburg. Frankrijk annexeerde dit gebied in 1795 en nadat Napoleon werd verslagen, kreeg Nederland het gebied terug. Het hele gebied ging verder als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en dat was dus Nederland inclusief België en Luxemburg. Tussen 1830 en 1839 maakte België zich tijdens de Belgische Revolutie los van ons land. Deze gehele periode was dus de tijd van de eerste telegrafie-experimenten. De elektrische telegraaf van Morse, Henry en Veel, dat was in 1836 zoals ik al zei, viel ook samen met de periode van de eerste spoorlijnen. De eerste spoorwegverbinding in Nederland die reed in september 1839. In andere landen was dat iets eerder. We waren gebleven bij de Duitse uitvinder Samuel Thomas von Zumering, die in 1809 een elektrochemische telegraaf bedacht. Dit systeem was gebaseerd op een fonds van de Spaanse wetenschapper Francisco Salva Campillo. Beide ontwerpen gebruiken veel draadaders voor de verbinding, tot wel 35 stuks toe. Daarmee werden de verschillende letters, cijfers en tekens gevisualiseerd. Met de telegraaf van von Zumering konden enkele kilometers worden overbrugd. De detectie van de signalen op de verschillende draden vond plaats met elke van die draden in een aparte glazen buis ondergedompeld met daarin zuur. In de buis met daar aan de draad waar stroom doorliep, daar kwam dan stoom uit als die buis geactiveerd werd en bubbeltjes waterstofgas. En dat betekende dat de letter, het cijfer of het leesteken naast die buis werd overgedragen. De persoon aan de ontvangende kant die zag dat en noteerde dan het teken. Het zal duidelijk zijn, dit was geen snelle methode om een bericht over te brengen. De eerste werkende en praktisch bruikbare elektrische telegraaf was van een Engelsman, de uitvinder Francis Ronalds, in 1816. Deze gebruikte statische elektriciteit. Zijn experimentele systeem gebruikte een telegraafnet met 160 meter ondergronds draad door zijn eigen tuin en vervolgens 12 kilometer draad bovengronds op palen. Aan beide kanten van het systeem bevonden zich een soort klokken met daarop letters van het alfabet en er werden elektrische impulsen op de lijn gezet om de berichten over te dragen. Dat wil zeggen dat de klok aan de andere kant dan de gewenste letter aanwees. Ronalds bood zijn uitvinding enkele maanden nadat hij werkte aan de Engelse admiraliteit aan, maar die hadden geen interesse. Een totaal overbodige uitvinding, zo was het commentaar. Ronalds beschreef zijn uitvinding vervolgens in een tijdschriftartikel dat beschouwd wordt als de eerste publicatie, het eerste gepubliceerde werk over een elektrische telegraaf. In het artikel beschreef hij zelfs de achteruitgang in kwaliteit van de signalen als gevolg van inductie in de draden. Een aantal zaken uit dit artikel werden gebruikt bij de uitvinding van de Morse-telegrafie 20 jaar later. In 1832 experimenteerde de Russische Pavel Schilling in zijn appartement in Sint-Petersburg ook met een telegraafsysteem waarvan hij de twee apparaten in verschillende ruimtes van zijn appartement opstelde. Het systeem van Schilling wordt beschouwd als het eerste voorbeeld van de binaire overdracht van signalen. Ook Carl Friedrich Gauss en Wilhelm Weber gebruikten een jaar later in de Duitse Göttingen een binair communicatiesysteem voor hun vroege telegraaf die een afstand van 1 kilometer overbrugde. Dit systeem bestond uit een spoel die over het uiteinde van twee stalen staven bewoog. Door inductie opgewekte stroom werd via twee draden verstuurd. De ontvangende kant bestond uit een galvanometer, een instrument om elektrische stroom te meten. De richting van de stroom kon worden omgekeerd door middel van een schakelaar die de twee kabels omwisselde. Het alfabet werd gecodeerd in positieve en negatieve stromen op de kabel. De volgende keer gaan we erop in hoe het telegraafsysteem van Morse, Henry en Veel in de praktijk gebruikt werd en steeds verder werd verbeterd. Verbeteringen die toch vooral een verbetering waren in het opzicht van het reduceren van de kosten voor het overbrengen van telegrammen. Nou, na enige pogingen wil het niet erg lukken nog. De intonatie wil niet van de nieuwsberichten. Ik wil als oefening nog wat nieuwsberichten inspreken. Het zijn nieuwsberichten die zijn van vandaag, 29 december. En ze komen grotendeels van teletext. Er is niet echt geselecteerd door mij. Het is gewoon vrij willekeurig eraf geplukt. Het gaat mij om hoe ik het weet in te spreken. Maar de eerste keer ging het echt heel goed. De tweede keer hoort het en stotend. En dit is de derde keer en het wil helemaal niet. Ik doe nog een poging.
Wie vanaf nu naar Nederland reist met het vliegtuig, de trein, de bus of de boot, moet een negatieve coronatest kunnen laten zien. De maatregel is om 12 uur vannacht ingegaan. Bij trein- en busvervoer geldt de regel voor internationale verbindingen over grotere afstand. Regionaal vervoer tot net over de grens valt er niet onder. De PCR-test mag maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. Vervoerders zijn zelf verantwoordelijk voor de controle. Volgens het kabinet is de testverklaring nodig om het risico op besmetting na herstel om het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus te beperken. Zal ik de fouten erin laten zitten of niet? De afgelopen week zijn er 67.388 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld. Een week eerder waren dat 82.340 positieve testen, waarvan zo'n 6.000 door een storing eigenlijk bij de week ervoor hoorden. Ik blijf me verspreken, het is erg. Het RIVM rekent daarom met een daling van 11,7%. Volgens het RIVM heeft de daling geen duidelijk effect. Dit gaat echt heel erg fout. Volgens het RIVM geeft de daling geen duidelijk effect weer van de lockdown, omdat de afgelopen week minder mensen zich lieten testen. In de week van 21 tot en met 27 december steeg het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen iets minder hard dan de week eerder. Het waren 1811, een stijging van 140. Laat ik maar eerlijk zijn, ik kon de getallen niet lezen omdat ik mijn bril vooraf niet schoongemaakt had. Oh jee, dit wordt een hilarische aflevering, dat kan ik vertellen. Doe maar even met de spray en niet met wat ik gewoonlijk doe, het ultrasoonapparaat. Zo, dat moet hem zijn. Dat is wel grappig, ik was van de vorige spray, die zijn best duur. Maar ik doe er ook wel bijna een jaar mee. En nu langer vanwege de ultrasoon, maar ik was het afdekdopje kwijt. Dat vond ik toen heel vervelend bij de vorige. Maar ik heb hem nooit teruggevonden. En ik heb deze dus al 3/4 jaar niet gebruikt. En vervolgens een week of zo geleden dacht ik van ach, het is toch wel handig. Dan hoef ik niet naar de keuken te lopen waar het ultrasoonapparaatje staat. En bovendien kan ik nu wat beter zien door een van mijn twee brillen en wat minder goed door de ander. Dat wisselt bij mij wel eens. En ik moet dus daardoor 2 keer lopen. Ik kan niet de ene bril erin doen en de andere gebruiken. En toen haalde ik dus het dopje eraf. En verhip het tweede dopje was ik ook kwijt. Een dag later vond ik dat dus terug. Maar vervolgens kwam ik er dus achter dat er nog één lag. En die lag op de plek die ik eigenlijk zou verwachten van de nieuwe fles. Dus ik heb nu beide dopjes teruggevonden van de oude fles die op is. En de nieuwe. Dus ik kan hem keurig afdekken. En ik heb die... Nou, ik weet niet precies waar ik hem heb, maar ik kan hem wel vinden. Het dopje heb ik als reserve maar achteruit gelegd. Die was nog gewoon goed. Was eigenlijk heel logisch. Ik had hem ergens achter gezet. Op een tafeltje met wat inkpotjes en dat soort dingen. En dat was gewoon niet direct zichtbaar. Ja, ik schrijf dan met inkt. Ik verzamel mossensleutels, alleen goedkoper, moet ik dan erbij zeggen. Ik heb de regel dat het niet meer dan 40, 50 euro mag kosten. En eigenlijk beter nog veel minder. Want er zijn zijsleutels van een paar honderd euro, maar... Ik heb een paar die wel eens duurder zijn. Ik heb een Kent die duurder is. Eerder verzamelde ik al vulpennen. Ik heb nauwelijks nog nieuwe vulpennen gekocht de laatste jaren. Ik ben er 2 kwijtgeraakt. Eentje heb ik er ook onlangs weer teruggevonden. Dus ik ben nog steeds 1 kwijt. En ik weet eigenlijk wel zeker waar die is. Die is tussen een stapel paparazzen geraakt. En ik denk dat ik hem daar zeker terugvind. Maar ik heb daar nog niet zitten in een doos. En dat komt wel. En het kan eventueel nog in een andere stapel paparazzen zitten. Maar goed, vulpennen. Die verzamel ik dus ook. Ook daar weer de beperking van ongeveer 40 euro. En er is een tijd geweest, maar dat is wel heel lang geleden, dat ik geregeld een nieuwe kocht. Omdat ik, ja, dan zat ik niet zo goed in mijn vel. En net als met Comfort Food helpt het dan wel eens om een shopping spree te doen. Mijn Nederlands is erg voor de hand liggen. Nou, I was just thinking in English all of the afternoon and working in English. And have a kind of a telephone meeting in English. So... It's quite difficult to find the Dutch words for some things. Maar, dat terzijde. Wat was ik nu aan het zeggen? Dan net als iemand anders een grote emmer met ijs koopt, kocht ik dan een vulpen. En dan voelde ik me dan een week, dacht ik, wat fijn een vulpen.
En er is één bepaald type van waterman waar ik volgens mij elke kleur en elke variatie van heb. Maar er zijn er alweer een paar niet altijd een levenslange garantie, maar ze hebben vaak wel heel lang garantie. Zeker de wat betere vulpennen, maar daar zitten deze net onder die grens. Ze worden wel lang gegarandeerd, maar er zijn er toch meerdere die heel slecht geworden zijn. Bijvoorbeeld een serie die ik heel leuk vond, daar zat verf of emaille op, dat weet ik niet zeker. Ik denk dat het een soort verf was, een soort powder coat. Maar in ieder geval, daar is bij een aantal exemplaren de verf van losgelaten. Ik heb er ook een paar die zitten zodanig verstopt dat je met een schoonmaakmiddel niet meer goed schoon krijgt. Maar ik heb er ook best wel redelijk wat die nieuw nog nauwelijks gebruikt heb. Dat waren ook de exemplaren die zoek raakten, dus dat was wel een beetje pijnlijk. Maar goed, vulpennen dus. Hoe kwam ik daarop? Dingen die zoek raakten. Maar de vulpennen gebruik ik meer dan de seinsleutels. Van de seinsleutels heb ik drie favorieten, waarvan ik eigenlijk eentje altijd gebruik. En heel soms dan wissel ik wat. En ik ben mezelf aan het leren om met een pedal te zijn en wat beter, maar... Dat kan ik wel, maar dat moet ik wel een beetje ophalen. Met een hakblok gaat het toch nog beter. Maar die vulpennen die gebruik ik ook. En het aardige is, als ik een doos met 200 balpennen neerzet, dan doe ik daar ongeveer 2 maanden mee. Dan zijn ze allemaal weg. En waar ze blijven, weet ik niet. Want je zou denken, balpen, dan moet je er toch eens even terugvinden. Maar dat is over het algemeen niet zo. Dus wat ik gedaan heb, ik koop ook van balpennen de wat duurdere exemplaren. En dan raak ik ze dus niet zoek. En dat is met vulpennen eigenlijk ook zo. Maar ik maak tegenwoordig niet zo heel vaak meer de aantekeningen op papier. En af en toe dan leg je het kladblokje ergens tussen. En dan zit dus de vulpen daar nog opgeklipt. En dan heb je dat niet in de gaten, omdat de pagina's voor zit al zo achterover gebogen. Zo'n A5 blokje. En dan, in ieder geval kan ik de cijfers nu zien. Want ik heb mijn bril schoon en de zeepoplossing is opgedroogd. Dus ik kan nu verder. De afgelopen dag zijn er 430 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 157 meer dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ik weet niet, dat coördinatiecentrum, dat klinkt als iets uit het Dorresteins nieuws. Hans Dorrestein die had het nieuws van het DPA, het Dorresteins nieuwsagentschap, lange tijd in zijn conferentie. En die had ook allemaal van dat soort afkortingen. De kinderkraakinstallatie Ramersfoort was er eentje van. Het Landelijk Coördinatiepatiënten. Ik ga geen grappen maken in het nieuws. Dat kan toch helemaal niet? Helemaal niet. En dit is nog een serieus. Ik begin gewoon overnieuw. Sorry. Even mijn stemmige stem. Verdikken me nog aan toe. Wat heb ik toch een last van een goed humeur vandaag? Dat houdt maar niet op. Goed, even serieus. De afgelopen dag zijn er 430 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 157 meer dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Op de intensive care werden 72 nieuwe patiënten opgenomen, 18 meer dan gisteren. In totaal liggen er nu 2701 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren was dat, namelijk het getal nog niet lezen, 2580. Maar dat is omdat mijn microfoon er deels voor zat. Dat had niet met de bril te maken. Van wie 640... Moet ik dit nu ook overdoen? Van wie 684 op de IC? Gisteren waren dat 658. Nou, in totaal liggen er nu 2761 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 2580. Van wie er 684 op de IC? Gisteren waren dat er 658. Aldus het LCPS. Het RIVM meldt dat er de afgelopen dag 7561 besmettingen zijn bijgekomen. 123 meer dan gisteren. Ook werden er 171 overleden COVID-patiënten. Patiënten gemeld. Dat waren er gisteren nog 44. De voorganger van Jaap van Dissel bij het RIVM heeft felle kritiek op de Nederlandse vaccinatiestrategie. Bijna alle Europese landen zijn al bezig met inenten, maar Nederland nog niet. Dat is verbijsterend en beschamend, zegt Roel Coutinho tegen Nieuwsuur. Later inenten betekent volgens Coutinho dat de zorg langer overbelast is en dat er meer doden zullen vallen. Natuurlijk gaat dit levens kosten. Elke week telt aldus Coutinho. Minister De Jonge zegt dat het inenten zorgvuldig moet gebeuren. Daarom begint in Nederland volgens hem pas op 8 januari. Coutinho noemt dat een non-argument, want andere landen zijn ook zorgvuldig.
Kamerleden reageren verontwaardigd en verbaasd op de terugvordering van 7000 euro aan bijstand van een vrouw uit Weidemeren die boodschappen liet betalen door haar moeder. PVV-leider Wilders zegt dat de overheid niets van de toeslagenaffaire leert en speelleider Marijnissen stelt dat de overheid is verdronken in regelzucht. Volgens Eppo Bruins van de ChristenUnie moeten barmhartigheid en de menselijke maat terugkeren. PvdA-kamerlid Gijs van Dijk vindt het een voorbeeld van de overheid tegen de mensen in plaats van de overheid voor de mensen. Weidemeren wil nog eens naar de zaak kijken. In Nederland zijn dit jaar 13.000 mensen... In Nederland zijn dit jaar 13.000 mensen meer overleden dan verwacht. Deze oversterfte is het gevolg van het coronavirus. In totaal overleden tot en met week 51 162.000 mensen. Tijdens de eerste golf van de pandemie van week 11 tot en met week 19 was de oversterfte bijna 9.000. In de eerste 13 weken van de tweede golf, week 39 tot en met 51, overleden 6100 mensen meer dan verwacht. Tijdens beide golven overleden onder meer veel mensen die vallen onder de wet langdurige zorg. In de rest van het jaar overleden juist minder mensen dan verwacht, behalve tijdens de hittegolf van week 33 en 34. Jonge kinderen moeten snel ingeënt worden tegen het rotavirus. Voorzitter Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde bepleit dat. Volgens Illy kunnen ziekenhuisopnames zo worden voorkomen en blijft er meer ruimte voor coronapatiënten. Het rotavirus veroorzaakt een soort buikgriep en vrijwel alle kinderen in Nederland krijgen het. De meeste hebben er weinig last van, maar elk jaar worden er toch 3500 kinderen opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. Als die ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen, leidt dat tot verlichting van de zorg, is het idee. John de Mol heeft met Facebook een schikking afgesproken in het geschil over de Bitcoin-advertenties waarbij de Mol's naam en foto misbruikt werd. De Mol ziet nu af van juridische stappen. De rechter had Facebook al in kort geding bevolen om de advertenties met de Mol te weren. Volgens beide partijen zorgt de technologie van Facebook er nu voor dat de advertentie niet meer zal verschijnen. Ook is afgesproken wat het gevolg is als dat toch gebeurt. Advertenties verschenen in 2018 en 2019. Behalve de Mol prezen ook andere bekende Nederlanders investeringen in bitcoins aan, onder wie Jort Kelder. De beurs in Amsterdam is deze laatste handelsdagen van het jaar bezig met een gestage opmars. Rond 10:30 slechtte de AEX-index het jaarrecord van begin van dit jaar van... Nou, deze doe ik maar even helemaal over. Het gaat niet goed vandaag. maar dat is niet ongewoon. De eerste keer ben je enthousiast. Maar goed, het waren ook niet zoveel berichten als vandaag. En de laatste gleed ik daar ook uit, omdat ik daar toch wat zorg over had. De beurs in Amsterdam is deze laatste handelsdagen van het jaar bezig aan een gestage opmars. Rond 10:30 slechtte de AEX-index het jaarrecord van begin dit jaar. Ik word hier moe van. De beurs in Amsterdam is deze... Nee, dat is niet de goede toon. De beurs in Amsterdam is deze laatste handelsdagen van het jaar bezig aan een gestage opmars. Rond 10:30 vanochtend slechtte de AEX-index het jaarrecord van begin dit jaar van iets meer dan 632 punten. Net als op veel andere beurzen in het buitenland stortte de Amsterdamse handel in aandelen in maart vanwege de coronacrisis volledig in. Tijdens het dieptepunt half maart lag de index onder 400 punten. Daarna zette de handel al schommelend de weg omhoog terug in. Voor het nieuwe record was niet veel nodig, aangezien de stijging van de laatste dagen. Een stijging van 1% volstond voor het record. Nou, nu even de laatste nog even mijn best doen. Jongen. Dit is hoe noem je dat? Maar dit is een behind the scenes. Je kunt zien hoe vaak ik me soms verspreek. Nou, het is niet altijd zo erg. Het is vandaag wel... Maar vaak is dat zo en vaak kun je dat er ook onhoorbaar uithalen. En soms volstaat het zelfs om een... Wat ik bijvoorbeeld kan... Nou, dat is wel een goed voorbeeld. Het is leuk om dat uit te leggen. Wat een goed voorbeeld is dat ik even de afgelopen dagen de verkeerde dag zei. Ik was met vrijdag, geloof ik, in de war dat ik zaterdag zei. Ik dacht het wel. Bij de uitzending van vrijdag. Dus dan doe ik aan het begin die aankondiging van Daily Minutes. Hè, en dan dit is het bulletin van zaterdag. En pas bij het terugluisteren hoorde ik dat. Dat wil zeggen, bij de uitzending van 7 uur op dmr.li. Dus hij was al uitgezonden. En ik hoefde dus alleen dat woordje... ik heb het zinnetje. Dit is het bulletin van vrijdag heb ik ervan gemaakt. Dat heb ik dus opnieuw ingesproken.
En dat heb ik ertussen geplakt. En je hoort dat dus echt absoluut niet. Het is dus twee keer dat stukje. Ik heb ook twee keer verschillend ingesproken. Dat het bij het ene deel... Ik zeg twee keer dat, hè, in de uitzending. Maar omdat dat de aandacht beter vasthoudt, doe ik dat dus ook. Ik spreek het ook twee keer in. Heel af en toe smokkel ik. Maar als bijvoorbeeld de tweede mislukt, of er zit een tikje in of wat ook, of een kraakje. Maar over het algemeen spreek ik me twee keer in. Soms doe ik het drie keer, dat ik zeker weet dat er in ieder geval twee goede bij zitten. Maar de eerste is dus anders dan de andere en heeft ook een andere toon. Dus als je dan dat woord, dit is het bulletin van vrijdag, inspreekt, dan moet dat meer bij die ene passen. Dus dan moet je dus dat... En dat lukt dan wel in één keer, hè? Dus dat spreek ik gewoon in één keer goed in. Dat gaat niet over twee verschillende intonaties. Dus dat gaat... maar goed, je kunt dat er dus uitmonteren. Ik heb lang gedacht dat dat gesmokkel, dat dat eigenlijk niet hoorde. Ik vond het ook niet authentiek. Ik ben, als fotograaf ben ik een volstrekte purist. Photoshop is uit den boze. Bij de gepubliceerde journalistieke foto's van mij is er maar eentje gewijzigd. En dat was er eentje van, dat weet ik precies, een meneer in Soest. Met een ruitjes overhemd en een bril. En de enige foto waar zijn gezicht echt goed op stond, daar zat de flits in het raam. Achter hem, als een soort zon. Die grote ster die op de achtergrond scheen. En daar heb ik de flits eruit gemoffeld. Maar het was de enige goede foto die ik van hem had. Ik had wel andere foto's. Maar dit is, ja, zo'n fenomeen bij fotografie. Of als iemand fotogeniek is. Als iemand niet bijzonder fotogeniek is. Dus ik ken mensen die dat professioneel doen. Dus soapacteur, dat soort werk. Die zijn zo goed in poseren. Dat elke foto raak is. Elke foto staan ze er leuk en oorspronkelijk op. En ook nog op een meest florisant. Maar de meeste mensen is dat niet zo. De meeste mensen komen raar op foto. Of je hebt er exemplaren bij die, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Waarbij je 1 op de 20 of 1 op de 30 foto's maar een treffer is. En dat wil zeggen dat die foto hun geen recht doet. He? Ze staan er dus op de foto minder goed op dan dat ze er in het echt uitzien. En dat is niet leuk, dat is onnodig. Die foto's moet je niet gebruiken. Dus bij portretten maken, is dat altijd over repeteren. En ik laat hem 7, 8, 9, 10 keer rakatakatak flitsen. En dan is er eentje bij die ik denk van nou, dat is echt de goede ervan. Gemiddeld is ongeveer dat 1 op de 7 foto's die je van een willekeurig iemand maakt, die is oké. Daar staat iemand florissant op, zoals die is. Niet overdreven goed, niet overdreven slecht. En maar goed, je hebt dus ook mensen die er veel minder goed op staan. Dan weet ik even niet welke dwarsstraat ik daarmee wil inslaan. Maar volgens mij wil ik daarmee aanduiden dat over het algemeen dat goed zit. En deze meneer die was niet fotogeniek. Dus die stond er op de meeste foto's gewoon minder goed op dan dat hij er in het echt uitzag. En ik wou gewoon dat hij er als in het echt uitzag. En de enige foto waarbij dat echt goed was, dat hij ze wel lachte en geen rare sterretjes in zijn bril. Zijn ogen sprankelend en hij keek recht in de camera. Geen last van de flits in de ogen, want het kan ook een beetje rood of paars of blauw zijn. Gewoon de perfecte foto waar hij op stond zoals die was. En de verdorie zat die flits in het raam. Nou ja, goed, dat heb ik eruit gehaald. Maar over het algemeen ben ik voor authenticiteit. Nu terug naar de hoofdlijn van dit verhaal. Namelijk, bij het inspreken, daar had ik een grote moeite mee. Want ik had natuurlijk zoiets van, ja, dat doe je niet. Maar ja, ik ben een mens en... het rare is toch, als het opgenomen wordt, dan zeg je vaker bij een live uitzending doe je dat nauwelijks. Hè? Je weet dat bij een telefoongesprek ook in de microfoon van een zender als amateur doe je dat bijna niet. Maar je neemt het op en dan wil je toch extra je best doen en dan zeg en dat zit er steeds in. Nou, dat kun je er heel makkelijk uithalen. Ik zie dat wat ik net zeg op mijn oscilloscoop. Nee, het is meer een oscillogram scherm. Dus hij schrijft al die sinussen van rechts en dan lopen ze langzaam naar links. Maar het woordje dat herken ik gewoon direct. Dat zie ik. Zonder dat te beluisteren kan ik eruit halen uit zo'n hele uitzending. Alle plaatsen waar staat. En dan is het misschien 1 of 2 keer dat ik iets te veel weghaal. Dat er een ander woord is wat erg op lijkt. Maar over het algemeen lukt dat gewoon. Dus zo goed word je daarin. Maar je kunt in dat audio editen heel veel doen. En ik heb me bij dat audio wat minder dat afgevraagd dan bij de foto's. Bij de foto's vind ik dat het echt niet kan. Je hoort als journalist gewoon neer te zetten wat je fotografeert. Er moet een afspiegeling zijn, ook bij een portret. Ik ben heel puristisch daarin, maar bij geluid dus weer niet.
Maar ik weet niet waarom ik daar zo hypocriet in ben. Maar het moet wel goed klinken, vind ik. Ik word steeds beter en ook minder kritisch. Er speelt mee dat mensen vaak aangeven dat ze een uitzending waar in ieder geval 1 of 2 versprekingen in zitten, dat ze die toch wel heel veel leuker vinden dan uitzendingen waar het heel steriel is allemaal. Dus dat is natuurlijk wel dat sterkt je in de neiging om ze erin te laten zitten. Dus ik laat er altijd wel wat missertjes in. Dus ik ben er niet te perfectionistisch op. Maar ik ga ook steeds beter inspreken. Dus bij een Daily Minutes uitzending van een kwartier of zo, van 10 minuten, dan maak ik misschien dat ik er 2 uithaal. 2, niet meer dan dat. Dingetjes. Niet hele grote. Of ja, of je ontspoort helemaal. Je leest met oplezen gaat het natuurlijk veel sneller dan voor de vuistweg gaat het meestal goed, hoewel je wel veel u hebt. Maar ontsporen, dat kan bij een hele alinea. Dan gaat het echt. Dan zet je dat verkeerd in. Je begint dan met de verkeerde aanname van wat er staat. Ik bedoel, ik repeteer nauwelijks. Als ik repeteer, dan gaat het beter. Ik ben Engelse dingen van die X-headlines. Maar die X-headlines, dat heeft wat hogere professionele eisen. Dus niet altijd, maar die repeteer ik wel vaak. Dus dat natuurlijk. Dit is ook alweer een leuke. Dan laat ik de recorder meelopen. En soms is die repetitie beter dan de uitzending. Vooral als je weinig tijd hebt. Je verdikken, maar dan gaat het weer mis. Nou, pak dan de repetitie maar. Hè. Die was wel goed. Er zaten dan 2, 3 woorden in die je dan anders, die je achteraf nog, want dat is wel vaak, de repetitie doe ik met een kladversie van de tekst. Dus dan heb ik achteraf nog een paar dingen gewijzigd. Maar goed, de beslommeringen van het inspreken en van podcasten en radio maken. Ik zou af en toe wel te kijken hoe groot podcasts in de VS zijn. Ik bedoel, begin december, Wondery, dat is een podcastplatform waar ik de laatste tijd veel naar luister. Ik doe er ook wel wat van op dmr.li af en toe. En Wondery is in 2016 door iemand opgezet, maar wel met een hoop geld vanuit Hollywood. Dus de grote bedrijven. Ik dacht dat Century Fox de grote sponsor was ervan. Dus het is wel groot, maar het is in 2016 begonnen. En Amazon die wil dat nu kopen. Dat is op 2 december bekend geworden. Dat vind ik echt wel een beetje teleurstellend, want het is toch een beetje een journalistiek platform. Wat moet Amazon daarmee? Amazon doet meer rare dingen waarvan ik denk van nou, dat zou ik dus echt niet willen. Maar dat terzijde. En ik kom daar niet snel op terug op zoiets. Dus je mag me dat achteraf aanwrijven als ik toch een keer bij Amazon sta met iets. Maar ik vind eigenlijk dat Amazon zo'n platform dan niet moet kopen, omdat het toch wel deels journalistiek is. Wel meer verhalen dan journalistiek, maar ze doen veel real crime, waar ik wel een fan van ben. En ik vind Amazon niet de serieuze partij die zich daarmee bezig moet houden. Al zitten ze met geld ook in allerlei kranten, maar goed, daar ben ik dan ook niet blij mee. Maar Amazon die wil dus dat Wondery kopen voor $300 miljoen. Dus dat is niet gering. Zo groot zijn de podcasts daar. En dan is Wondery wel een van de 3, 4 grote podcastplatforms in die korte tijd. Maar het is echt heel groot. 70% van de radioluisteraars in de VS luistert naar podcasts. En niet naar terrestriële radio of satellietradio. Wat je daar ook hebt voor Sirius. Voor in de auto. Sirius platform. Dus ik heb te denken. Volgens mij zat Curry ook korte tijd op Sirius in het begin. Maar hoe heet die man nou? Die ook heel veel porno-achtige radio-uitzendingen doet. En die toch wel braaf in de jury zat ook van America's Got Talent. Nou, de naam ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er even niet op. Wel een aardige vent trouwens. Ja, serieus. Maar die is daar op een gegeven moment ook. Die gaat altijd overal met gedonder weg. Dus je ging ook met gedonder bij Sirius weg. Maar het grootste publiek voor radio is wel, denk ik. Ik stel mezelf altijd met mensen voor die met de strijkplank en alle huishoudelijke klussen doen. Nou, ga ik nog stotteren ook. Maar over het algemeen is het publiek van radio toch wel mensen die woon-werkverkeer doen. En ja, daar is een podcast natuurlijk ook uitermate geschikt voor. En wat ik niet snap is dat veel podcasts een lengte hebben van 2,5, 3, 3,5 uur. Hè. Dat vind ik van Curry ook. Die zit ook in die qua lengte daarin. En de Airline Pilot Guy. En toch wel een hoop andere van die discussie dingen. Ja, ja. Ik praat het wel makkelijk vol. Maar om ernaar te luisteren. Is het toch minder. Ik ga nog wat nieuwsberichten doen. Denk ik dus.
In Amsterdam hebben 68 mensen een foute uitslag van hun coronatest gehad door een storing. 67 van hen kregen ten onrechte te horen dat ze besmet waren en gingen met kerst in isolatie. Volgens de GGD waren ze blij dat ze toch niet ziek waren, maar ook geïrriteerd. Eén persoon bleek wel besmet te zijn, terwijl de test dat niet aangaf. Rusland heeft toegegeven, wie verwacht dat niet? Nou, ga ik mijn mening zitten geven, dat mag helemaal niet in het nieuws. Rusland heeft toegegeven dat het sterftecijfer door corona 3 keer zo hoog is als dat tot nu toe gemeld werd. Het officiële dodental stond op 55.000, dat is nu bijgesteld naar 186.000. Het Russische Bureau voor Statistiek heeft gisteren cijfers over de oversterfte bekendgemaakt. Die waren veel hoger dan logisch zou zijn op grond van wat de overheid had gemeld. De autoriteiten hebben de fout nu toegegeven. Het lage officiële dodental kwam deels door de manier van registreren. Eerder werd een coronadode alleen als zodanig aangemerkt als dit uit autopsie was gebleken. Spanje gaat inwoners die niet ingeënt willen worden met het coronavaccin registreren. Dat register zal ook met andere Europese landen worden gedeeld, zegt zorgminister Salvador Illa. Hij wijst erop dat weigeraars van andere vaccinaties ook worden geregistreerd. Vaccineren blijft op vrijwillige basis en de lijst zal niet openbaar worden gemaakt, aldus de bewindsman. De enige manier om het virus te verslaan is het vaccin, benadrukt Illa. Ruim 1/4 van de Spanjaarden is niet van plan zich te laten inenten. Van de rest wil 24% zich alleen onder voorwaarden laten vaccineren. Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft een veto van president Trump over de defensiebegroting weggestemd. De nota van zo'n $740 miljard was al door het huis en de Senaat aangenomen toen de president zijn veto uitsprak. Trump wees de begroting vorige week af, onder meer omdat hij niet wil dat bases van het leger die zijn vernoemd naar de leiders van de zuidelijke staten in de burgeroorlog worden hernoemd. De Senaat stemt later over Trumps... Dan ga ik weer de fout in. De Senaat stemt later over Trumps veto. Daar wordt ook een 2/3 meerderheid tegen een veto verwacht, waarmee een veto van Trump voor het eerst door het congres geblokkeerd zou worden. Kroatië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,4. Het epicentrum lag ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb bij de stad Petrinja. Petrinja met zo'n 15.000 inwoners werd zwaar beschadigd. Een meisje van 12 kwam om het leven. Zeker 20 mensen raakten gewond. Gebouwen zijn ingestort en er is veel andere schade, onder meer aan wegen. Onder meer aan wegen en stroom en waterleidingen. In het nabijgelegen Sisak is ook veel schade. De beving werd ook gevoeld in Italië, Servië, Bosnië en Herzegovina. De beving werd ook gevoeld in Italië, Servië en Bosnië en Herzegovina. Er waren naschokken met een kracht van 4,5. Gisteren was er in het gebied ook een beving. Toen was dat een kracht van 5,2. Ik weet nog dat er in Nederland een keer een beving was. De enige beving die ik bewust heb meegemaakt, die was in Roermond. Die had volgens mij een kracht van 6,1 of zo. Dus dat was wel heel behoorlijk. De EU die schaft nog eens 100 miljoen doses aan van het coronavaccin van Pfizer-BioNTech. Daarmee komt het totale aantal vaccins van die fabrikant voor de EU uit op 300 miljoen. Er volgen er meer, zegt de voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie. Nederland krijgt volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de nieuwe partij 3,89 miljoen doses. En dat was het. Nou, het was niet best. Het was niet best. Nou. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.